Dag allemaal, Anke en Wilman hier, welkom. Onze website is www.cbowi.eu, Church Without Walls International. Welkom, dit is de les over onze autoriteit in Christus. Het is alweer deel 13. En ik was begonnen een paar weken geleden met de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Dus als je je Bijbel bij je hebt, dan gaan we dat vandaag afmaken. Dat is mijn bedoeling tenminste. Want daarna de komende 2 weken hebben we vakantie. Of vakantie. Dan is de kerst en dan is het hier druk. Familie allemaal. Dus ik wil het graag met jullie afmaken. Goed, in Efeze 6, als je dat hebt gevonden. Als je dat in de Engelse Bijbel leest, dan staat het zo mooi. Put on the whole armor of God. Hè? Doe de hele wapenrusting van God aan. Staat er 2 keer. De Nederlandse Bijbel zegt dat niet. Maar dat is wel een belangrijk iets om te weten. Hè? Dat je al die dingen, al die waarheden, want dat zijn het. De geestelijke wapenrusting van God zijn niet letterlijk dingen die je aandoet. Wat sommige mensen wel eens denken. Maar het zijn geestelijke waarheden die je je eigen moet maken. En die je beschermt. Want dat staat hier. Waarom moet je dat aandoen in vers 11? Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. En verleiding is het woord. De methodes die hij gebruikt, de manier waarop hij werkt. En daar heb ik het ook al eerder over gehad. Dus als je niet al die waarheden kent en niet een deel zijn van je leven, dan ben je heel makkelijk een victim, zeg maar. Dan kan de vijand je heel makkelijk innemen en inpakken en tot je liegen. En je min of meer overwinnen. Goed, de hele wapenrusting aan. Even kijken, waar zal ik beginnen? Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan om weerstand te kunnen bieden. Staat hier ook. En om stand te kunnen houden, en dan staat er vers 14, stelt u dan op. Hè, dat zegt het ook werkelijk in het Grieks, van prepare yourself, bereid je daarop voor. Hè, stel je op, dat is eigenlijk een hele goede vertaling. Je lendenen omgord met de waarheid, daar hebben we het over gehad, dat er een riem was, en dat is de waarheid van Gods woord, wat niet zo zichtbaar was, wat niet zo mooi was om te zien, en eigenlijk niet erg opviel, maar wat dat wel de hele wapenrusting bij elkaar hield. Dus zou die riem afvallen, dan viel de hele wapenrusting uit elkaar. Ja, en de waarheid, dat heeft te maken met de waarheid van Gods woord. Als je die waarheid niet kent, dan ben je gewoon een open een victim voor de vijand. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Daar ga ik niet zoveel over zeggen nu, want ik heb een heel onderwijs gedaan over onze rechtvaardigheid in Christus. Wat het wil zeggen, dat je gerechtvaardigd bent. Dus het wil inderdaad het bekleed... Nee, ik zal er niet veel over zeggen. Dan moet je maar even opzoeken. Maar het pantser, dat is wel leuk om even te weten. Van die Romeinse soldaat, dat was gemaakt van koper en van brons. En als dan de zon daarop scheen, kan je je voorstellen dat het heel fel reflecteerde naar de vijand. En dat verblindde hem bijna. Dus daarom was dat ook gemaakt van koper en brons. En dan staat er verder de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Daar heb ik het vorige keer over gehad, hoe vrede ook een wapen is, defensief tegen de vijand. Dan staat er, neem bij het alles het schild des geloofs ter hand, ga ik het zo over hebben. Vers 17 even, neem de helm des heils aan. En het zwaard des geestes, dat is het woord van God, daar heb ik het ook al over gehad. En dat het zwaard des geestes niet het logos woord is, de Bijbel van kaf tot kaf. Maar dat woord dat hij specifiek tegen jou zegt, rema staat hier ook in het Grieks. De helm des heils, wat is heil? Heil, salvation zegt het Engels. Dat wil niet alleen zeggen redding, dat je gered bent van je zonde door het bloed wat Jezus vergoot voor ons. Maar dat zegt zoveel meer. Het is het woordje sozo. En sozo wil zeggen dat je gered bent, maar dat je ook genezen bent. En dat je heel bent. Dat je bewaard bent. Dat daar vrede is in je leven. Dus het wil eigenlijk alles zeggen wat Jezus aan het kruis voor ons volbracht heeft. En dat wordt Paulus die vergelijkt dat met een helm. En de helm van die Romeinse soldaat die zat heel stevig om zijn hoofd en heel strak om zijn hoofd heen. Met andere woorden, het kon zijn hoofd heel goed beschermen, want die vijand had van die kleine zwaarden waarmee hij probeerde in je hoofd te raken of eventueel je hoofd eraf te hakken. Heel bloederig was het in die tijd. Maar had je die helm op, dan was je daartegen bewaard en dan zou dat niet gebeuren. En zo zijn die waarheden die God heeft, de redding die hij ons biedt, die helm des heils, als we dat kennen, die waarheden, als het een deel van ons gaat worden, niet alleen in je hoofd blijft zitten, maar als het een waarheid wordt, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dan functioneert het in je leven als een helm. Dan kan die vijand aankomen met een leugen, met zorgen, met angst, met weet ik veel wat. Maar je weet wat de waarheid is, de waarheid van Gods woord. Je weet waar je van gered bent en dat zal je daartegen beschermen. Goed, ga ik even met je naar het schild des geloofs.
Maar dat is ook een heel leuk iets om even te vertellen. Want het schild van een Romeinse soldaat, het was niet zo'n klein schildje wat je wel eens in de film ziet. Maar het was heel gewijd. Het was zo wijd als een deur en zo lang als een deur. En die vorm had het ook. Dus de soldaat kon zich helemaal verschuilen achter dat schild. Hij was volkomen beschermd tegen de pijlen van de boze. En dat schild werd gemaakt van hele dunne lagen leer, minstens 6 lagen leer die strak op elkaar gemaakt waren. En al die 6 lagen samen, dat was heel erg durable, zeg je dat? Dat kon heel veel, het was gewoon heel sterk. Het was eigenlijk nog sterker dan staal. Maar er was één maar. De soldaat moest wel dat leer onderhouden. En je weet ook zelf hoe dat is als je leer niet onderhoudt. Op een gegeven moment gaat het droog worden, krijg je daar breuken in en kan het kapot gaan. En zo was het ook met het schild. Het was natuurlijk van wezenlijk belang dat de soldaat kon vertrouwen op dat schild, dat dit in goede conditie was. Dus wat die soldaat 's ochtends deed voordat hij zeg maar het strijdveld opging, dan pakte hij een flesje met olie en een kleed en een doek. En dat drenkte hij in die olie en met die olie ging hij dat schild helemaal invrijven. Nu weet je natuurlijk dat olie een beeld is van de Heilige Geest. Dus wat wil Paulus daarmee zeggen? Hij wil daarmee zeggen dat wij en dat ons geloof gewoon dagelijks die zalving en die aanwezigheid van de Heilige Geest nodig hebben. Dat we het nodig hebben om bij hem te zijn, om bij de Heer te zijn. Doen we dat niet, dan worden we droog. Dan krijgen we breuken in ons leven, in ons geloof. En uiteindelijk zullen we geen stand kunnen houden tegen die vurige pijlen van de boze. En daar is het woord vurige pijlen, dat is ook iets heel belangrijks, want die pijlen waren inderdaad vurig. Die hadden een punt en om die punt zat een doek gewikkeld en die doek werd gedrenkt in een of andere vloeistof wat erg ontvlambaar was. En dan werden die pijlen afgeschoten en zo gauw dat dan op dat schild kwam, wat staat hier, waarmee je alle brandende pijlen zult kunnen doven. Dat doven wil zeggen uitblussen en dat woordje doven, dat is een goede uitblussen. Dat wil zeggen dat het geblust werd door water. Wat die soldaat nog meer deed, behalve dat hij dat schild ging invrijven met olie, hij ging dat schild ook vlak voordat hij de strijd in ging helemaal onderdompelen in water, zodat het hele dat leer al het water zoveel mogelijk had opgenomen. Nu is water ook een beeld eigenlijk van rema woord van God. Efeze 5 vers 26, daar ben je vlakbij als het goed is, zal ik even lezen, even kijken. Efeze 5 vers 26, daar staat dat Christus zijn gemeente heeft lief gehad, zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen en haar reinigen door het waterbad met het woord. Dus zo wordt het woord ook met een water of een waterbad vergeleken. En het reinigen, het waterbad met het woord, is niet het logoswoord, maar het woordje is weer rema. Je ziet dat iedere keer terugkomt, dat rema woord, zeg dat zwaard van het geest, dat was een rema woord, een woord wat God specifiek aan jou geeft, als je in een moeilijke tijd bent. Maar ook dat waterbad van het woord waar dat schild in gedrenkt werd, heeft ook te maken met dat God woorden tot jou spreekt. Romeinen 10 vers 17, daar zegt, zo is dan het geloof uit het horen en het horen uit het woord van Christus. En velen denken van, dat is de logoswoord, van kaf tot kaf. Want hoe meer ik ga lezen, hoe meer preken ik hoor, hoe meer geloof ik heb, was dat maar waar. En dan zouden zoveel dominees die zoveel kennis hebben van het woord een groot geloof hebben. En dat is ook gewoon niet zo. Nee, er staat geloof komt door het horen van het rema woord van God. Dus iets moet voor jou een openbaring worden. Jij moet weten wat de Heer tegen jou zegt. En als dat een openbaring voor je is, dan is dat, dan functioneert dat als dat zwaard des geloofs. Daarmee, dat kan je omhoog heffen, daar kan je je achter verschuilen. Dan ben je veilig tegen die brandende pijlen van de boze. Want hoe werken die brandende pijlen? Misschien ken je het. Iemand zegt wat of je krijgt een brief binnen en je leest ineens dat je een schuld hebt of weet ik veel wat. En dat kan soms zijn als een brandende pijl. Je wordt ineens bang. Of iemand zegt iets naars en je explodeert. Dat zijn die dingen die de boze probeert te doen. Ruzie maken tussen mensen enzovoort. Maar als jij die hele wapenrusting van God aan hebt, als je dat schild des geloofs hebt, wat gedrenkt is in het waterbad van het woord, dan zullen die brandende pijlen gewoon direct uitdoven en kunnen ze hun werk niet doen. Goed, ga het voor jezelf nog even bestuderen. Mijn tijd zit erop.
Maar het is belangrijk inderdaad dat we die geestelijke wapenrusting kennen, dat we weten wat ons toebehoort en dat niet alleen dat we dat oppakken en dat we het nemen en dat we blijven staan. We zijn niet meer in strijd met de boze of met de demonen of wat dan ook. Die strijd is gewonnen door Jezus aan het kruis. Colossense spreekt daarover. Maar we moeten onze vrijheid bewaken zoals wij als volk in Nederland ook onze vrijheid moeten bewaken. En we hebben nog een leger, gelukkig. He, dus probeert de vijand binnen te komen en wat te doen, dan is dat leger daar. En zo moeten wij ook beschermd zijn en weten, als die aanval er komt of als er wat dan ook komt, dat we weten wat we moeten doen. Dus het is belangrijk dat je dit voor jezelf leert en dat je voor jezelf die waarheden je eigen gaat maken. Goed, ik heb al gezegd, de komende 2 weken ben ik er niet. Dan hebben we kerst en oud en nieuw en familie hier thuis. Maar in 2019 ben ik er weer en dan met een ander onderwerp. Fijne kerstdagen en tot dan. Dag.